Ja, ik weet het niet hoor, maar volgens mij staat dat half Nederland een beetje in de brand, in de fik. Als ik het allemaal zo lees, poeh, jeetje mina zeg. Dat hele stik, ja maar nu gaat het dan over stikstof. Maar ja, het gaat al maanden over de politiek in Nederland. En al maanden zijn de mensen volkomen niet tevreden over de politiek. Nee. En dat maakt niet uit of je nou boer, burger of buitenlui bent. Ik bedoel, allemaal zijn ze wantrouwend ten opzichte van de politiek. Mensen zijn een beetje heel erg opgefokt de laatste tijd. En ja, dan moet ik zeggen, vrienden, dat is ook een beetje jullie eigen schuld. Natuurlijk, van de Nederlander. Want, hallo, weten we het nog? Een jaartje geleden, in maart, ja... Verkiezingsuitslag. Hey, 34 zetels voor de VVD. En nu zitten ze met een minister van stikstof. Ja. En die weet helemaal niet eens waar ze het over heeft. Niet een beetje, helemaal niet waar ze het over heeft. Daar heb je op gestemd. Ja. En jullie hebben ook gestemd op de kakelende kaag. 24 zetels. Vrienden, dat is bij de VVD-kant is het ruim 2,2 miljoen. En aan D66-kant 1,5 miljoen. Ja, hey, en dan moeten jullie nu voorop de bladen zitten. Ja, ja, ja. Dat had je beter kunnen laten. Ja, VVD. En maar vooral D66 ook. Want die komen allemaal met dit soort plannetjes ook van die stikstof. En die VVD moet het dan uitvoeren. Ja, en die zijn de sigaar. Maar ja, hoe kom je hier nou weer vanaf van deze politieke ellende? Van gekonkel, van gelieg. Maar die ellende, vrienden, die kan je, daar kan je vanaf komen. Ja, en weet je hoe? Nog 9 maanden te gaan. Ja, ergens in maart, volgend jaar, provinciale verkiezingen, dan moet je ze pakken. Gewoon hier, hap, vol bij de strot. Ja, en stem dan gewoon wat anders een keer. Niet stemmen is eigenlijk, heb ik wel eens gezegd, maar is ook geen optie. Gewoon wel gaan stemmen. En ga dan voor, inderdaad, voor die BBB, met die boerenpartij, weet ik veel. Zij kletsen soms ook maar een beetje onzin, maar goed, dat is dan een alternatiefje. Omzicht, zou ik zeggen, als die meedoet, stem daarop. En anders, ja 21, daar ben ik het ook niet altijd met alles eens. Maar hey, dat is dan je alternatief om ze te grijpen. Want als ze dat vergoed verliezen, en daarvoor moet je zorgen, goed laten verliezen bij die provinciale verkiezingen, dan hebben ze niks meer in de Eerste Kamer. En dan ligt die regering plat. En dan ben je er vanaf.